Nou, goeiedag aan de lezers van Meenemelijk Actueel. Dit wordt alweer de 8e vlog van mij. Ik begin opnieuw op dezelfde plek. Inmiddels is de vloer wel gestort. Dat is de tweede vloer, de gewapende vloer. Dus ze zijn hier verder gegaan. Ik zal nu even in het kort laten zien hoe dat gegaan is. Nou, en dan ziet het er een paar dagen later dus zo uit. Er gaat nog een dekvloer op met vloerverwarming. Maar de belangrijkste veranderingen die hebben buiten plaatsgevonden. Dus ik ga nu even naar buiten. Je kunt zien dat de kozijnen eruit zijn. De ramen zijn eruit, de kozijnen zijn eruit. Het wordt allemaal vernieuwd. De beroemde reclame van Ringers is ook weggehaald. Het is moeilijk te zien omdat de stijger voor staat. En ze zijn ook begonnen met het weghalen van de pannen. Nou, dan nog een laatste blik in het pandje in de Muurstraat 6. De muur staat hier nog. Grappig is dat er alvast een opening is gemaakt voor de deurmat. Zodat we na opening al die bezoekers kunnen verwelkomen. Nou, dan zie ik u volgende week waarschijnlijk weer. Dan inmiddels de 9e aflevering van de vlogs over de verbouwing van het Bakkerijmuseum. Ik zou zeggen, kijk nog even bij ons en de Facebookpagina van Meenemelijk Actueel naar de leuke vlog van Esther de Poer. Gaat dit keer over zelf koekjes maken. En dan tot volgende week.